Welkom bij Rond het Bord, de Nederlandse darts podcast. Vandaag met Pieter Verbeek. Pieter, goeiedag. Goedemiddag. Pieter is van dartnieuws.com en ik ben Alex Vogel van dartinfo.nl. We gaan een boel doornemen, want de PDC is alweer erg druk in september. Zo zijn er 2 European Tours gehouden, 2 keer met Michael van Gerwen als winnaar. Komend weekend is de Champions League of Darts, het eerste televisietoernooi. En er is tussendoor nog heel veel nieuws verschenen. De afgelopen 2 weekenden zijn er 2 European Tours gehouden. 1 in Maastricht en afgelopen week in Mannheim. 2 keer met Michael van Gerwen als winnaar. Toch was het wel een heel verrassend toernooi in beide gevallen. Wat vond jij ten eerste van Maastricht, Pieter? Ja, ik heb mij tijdens het toernooi in Maastricht net als afgelopen weekend kostelijk gemaakt. Wellicht dat het kwam door het aantal verrassingen tijdens deze toernooi, een aantal nieuwe gezichten. Misschien dat het gewoon een beetje kwam door de zomerstop, omdat je dan toch een aantal spelers een tijdje in actie hebt gezien. Ik snap wel iets verfrissends voor mijn gevoel. Ja, het enige niet verrassende was dat Michael dus beide toernooien won. Afgelopen, of 2 weken geleden beter gezegd, in Maastricht kwam hij eigenlijk geen moment echt in de problemen. Alleen in de kwartfinale tegen Daryl Gurney werd het spannend. Daar moest een 11e lek aan te pas komen, waarin Gurney ook nog een 180 gooide. Maar van Gerwen uiteindelijk won met een 12-dutter. En daarna gingen Michael Smith en Steve Beaton eraf. Nou, Steve Beaton, dat was een van die mensen die dan verrassend in die finale kwam. Maar goed, hij heeft dit jaar een Players Championship gewonnen. Hij is op zijn oude dag toch wel weer heel erg goed aan het spelen. Ja, ik vond het echt prachtig om Steve Beaton weer een goed resultaat te zien behalen. Hij is nog een van de overgebleven spelers uit de oude garde in de top 32. Ik heb hem veel telefoon natuurlijk nog, maar ja, het is ook na het jaar. Terry Jenkins, die zag er binnenkort ook uit. Het is echt een genot om naar Steve te kijken. Ik hoop echt dat hij het van een paar jaar voor weet te houden. Andere grote verrassing was Ratajski. Onze Poolse vriend haalde de kwartfinale. Net zoals Robert Owen uit Wales. Voor Owen was dit echt, denk ik, zijn beste toernooi bij de PDC tot dusver. Maar Van Ratajski, die is echt aan het opkomen en ieder weekend eigenlijk beter aan het spelen. Ja, hij begint steeds meer te verrassen dit jaar. In het begin van het seizoen was hij toch al meer toernooivulling. Nu begint hij echt steeds verder te komen. Hij begint betere wedstrijden te laten zien. En we gaan hem sowieso op het EK terugzien en wellicht ook wel op het WK. Ik ben benieuwd wat hij daar kan verrichten. Ja, hij won onder meer in Maastricht van Christian Kist in de derde ronde met een gemiddelde van 104. En dat zijn toch hele overtuigende uitslagen. Kist was eigenlijk de enige Nederlander die naast Van Gerwen in Maastricht ook een aardig resultaat boekte. Want hij haalde in ieder geval de finale dag. Andere Nederlanders die meededen waren onder meer Justin van der Gouw. Dat was zijn allereerste toernooi bij de PDC. Hij verloor in de eerste ronde van diezelfde Christian Kist met 6-5. En had eigenlijk kunnen winnen, want miste iets te veel dubbels nadat hij een paar keer een break voorkwam. Wat vond je van zijn debuut? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat hij wel kan terugkijken op een mooi debuut op het grote podium bij de PDC. Van de eerste keer speelde hij gewoon zeker niet slecht, rond 90 gemiddeld. Kwam 2 keer een break voor tegen Kist. Winnen lukte dan net niet, maar ik denk wel dat het is waarmee je verder kan. Andere jonge Nederlanders die ook erbij waren Jeffrey de Zwaan en Jimi Hendrix. Jeffrey de Zwaan won in de eerste ronde van John Michael en gingen daarna af tegen Michael van Gerwen met 6-1. Maar dit was wel weer eigenlijk zijn eerste echt goede resultaat sinds de schouderblessure. Ja, het was een tijd geleden dat Jeffrey weer een actie zagen. Dat kwam natuurlijk deels door die blessure. Ik hoop dat hij deze lijn door weet te trekken, want hij zal de komende maanden veel ponden moeten verdedigen. Want hij speelde 2 jaar geleden op het WK en EK. En dat valt nu weg op de ranking. Dus het hangt er een beetje om of hij zijn toolkaart weet te bouwen. Maar als hij verliest, misschien dat hij dan de komende maanden nog wat zelfvertrouwen kan tanken. En dan misschien met een goed gevoel de Q-school in te gaan. Ja, hij heeft momenteel 34.000 pond op zijn op de Order of Merit staan. Waarvan 14.000 pond op het WK en het EK van 2 jaar geleden. Dus de toolkaart behouden wordt echt een hele zware opgave. Maar goed, hij is inderdaad wat je zegt nog jong en er zijn meer jongens wel na een hinkje weer teruggekomen, zoals ene Michael van Gerwen. Jimi Hendrix die overleefde de eerste ronde ook na, uit mijn hoofd, 7-8 matchdarts te hebben overgeleefd van René Bernd. En in de tweede ronde zat dat er niet meer in, want toen verloor hij met 6-5 van Joe Cullen. 2 andere Nederlanders die in Maastricht hun eerste partij verloren waren Benito van der Pas en Jelle Klaassen. Toen maakten we ons een beetje zorgen over hoe zij er zomaar uit waren gekomen, maar Pieter, afgelopen weekend in Mannheim maakten ze dat aardig recht, hè?
Ja, zeker. Het was eigenlijk weer een weekend waarbij veel Nederlanders ver in het noorden is te komen. Ik denk dat het voor Jelle en voor Benito al goed was om weer wat zelfvertrouwen te tanken. De komende maanden staan natuurlijk wel een heel hoop toernooien op het programma. En dan is het wel handig als je wat zelfvertrouwen meeneemt. Dus het is alleen jammer dat Vincent niet de finale wist te halen. Want dan hadden we nog een zesde Nederlander op de World Cup 3 gehad. Ja, van afgelopen weekend won Mike van Gerwen opnieuw het toernooi. Ik vond hem zelf wel in Mannheim een stuk sterker spelen dan nog dan in Maastricht. Hij gooide onder meer twee keer een gemiddelde van 111. Waaronder in de finale tegen Rob Cross. Rob Cross kwam 3-2 voor. Kreeg één pijltje op bullseye voor 4-2 en de break. Die miste die. En vanaf dat moment heeft hij alleen nog maar gekeken naar hoe Van Gerwen iedere lek uitgooide. Want Van Gerwen gooide een 11-darter, begon zijn eigen lek met een 180er. Dat werd een 12-darter en vervolgens maakte hij de partij af met een 110 finish. Voor opnieuw een hoofdprijs van 25.000 pond. Rob Cross als finalist. Ja, als we het hebben over jongens die het dit jaar ontzettend goed doen, dan staat hij eigenlijk denk ik wel met stip op 1. Ja, zeker. Hij speelde natuurlijk op de wedstrijd, speelde hij ook al best wel aardig. De eerste ronde was misschien wel van Bennett, maar de tweede ronde, toen hij wel verloor van Lewis, speelde hij gewoon 104 gemiddeld. En daarmee liet hij wel zien dat hij het spel van de bloedtoernooien ook op tv kan laten zien. Dus afwachten wat hij op de televisietoernooien in het najaar kan laten zien. En misschien dat er wel een familieplekje in het verschiet ligt komend jaar. Ja, jij zet hoog in. Ja, zeker. Nou, ik denk dat op zich nog wel een kans hebben is. Maar het hangt inderdaad af van wat hij de komende maanden laat zien. Ja, het nadeel voor Rob Cross vind ik dat hij nul uitstraling heeft momenteel. Hij gooit zijn pijltjes en hij draait zich om en hij gaat weer zijn pijltjes gooien. Maar er zit natuurlijk nog heel erg weinig interactie met het publiek in. Het is geen opvallend persoon. Dus snel een uitnodiging voor de Premier League zal hij toch echt hele goede dingen op televisie moeten laten zien. En dat is nog een volgende stap. Maar goed dat hij het talent heeft, dat lijkt me meer dan duidelijk. Ja, Rob Cross die hield Benito van der Pas dus uit de finale. Benito haalde de halve finale, net zoals Simon Whitlock. Whitlock ging er zelfs met 6-0 van af tegen Michael van Gerwen. Maar dat kwam vooral doordat Whitlock 0 uit 11 op zijn dubbel was. Ja, dat is niet zo handig als je dat doet tegen van Gerwen. Twee Nederlanders ook nog in de kwartfinale, zoals we net al zeiden. Jelle Klaas haalde de kwartfinale tegen van Gerwen. Ging er ook af met 6-1 liefst. En Vincent van der Voort miste twee matchpijltjes om te winnen van Benito. Anders had hij dus in de halve finale gestaan en daardoor nog uitzicht gehaald op de Grand Prix, waar we straks op terugkomen. De World Grand Prix mist Vincent dan, maar ik denk wel dat hij, als hij nu kijkt waar hij momenteel staat, zeker in vergelijking met het begin van het jaar, ja, toch wel heel blij is met de stappen die hij toch al zet. Maar voor Vincent was het zeker wel een opsteker om de kwartfinale te halen. Want dat was een tijdje geleden dat hij überhaupt al in de kwartfinale van de Eurotour stond. Dat was volgens mij eind 2015. En natuurlijk, hij wil terugkomen op niveau waarbij hij van 2015 ook gooide. Terwijl hij ook gewoon een prima jaar heeft. Dus dan is dat zeker wel een resultaat waarmee hij vooruit kan. En Grand Prix heeft hij niet gehaald. Maar EK staat hem natuurlijk even wel veilig gesteld afgelopen weekend. Bij zo'n finals gaat hij waarschijnlijk ook gewoon spelen. En WK is er ook weer bij. Dus ik hoorde hem pas zeggen dat er ook zijn doelen voor het seizoen waren. Dus, ik denk dat hij daar wel mee tevreden is dat hij dat heeft gehaald. Dan is er de afgelopen week een hoop nieuws verschenen. Zo is de Challenge Tour al afgelopen. Na 20 toernooien heeft Wayne Jones de Challenge Tour gewonnen. Met Mark Dubbers als tweede. Zij keren komend jaar daardoor terug op de Pro Tour. Blij met deze twee namen, Pieter? Nou, ik had liever gezien dat een jong talent als Luke Humphries en Tulker had gewonnen. Maar goed, Jones en Dubbers waren de beste dit jaar, dus ze hebben het verdiend. Ja, opvallend op de Challenge Tour dit jaar was dat er bij de top 20 liefst 19 spelers uit Engeland stonden. De enige niet-Engelsman was Warwick Schaefer uit Zuid-Afrika. Die wist zich ertussen te gooien. Maar het was een eentonige Challenge Tour dit jaar. Over een paar weken is de World Grand Prix. Dat is het eerste grote televisietoernooi dat eraan komt. En de grote afwezige is Phil Taylor. Die vindt het niet nodig om af te reizen naar Dublin, want dat had geen zin. Wat vinden we daarvan, Pieter? Nou, klopt. Klopt dat het er niet bij is. Ik denk ook niet dat hij zin heeft om er naartoe te gaan. En dat hij zich wil focussen op de Grand Slam en de WK. Wel jammer, want tegenwoordig zou het toernooi met hem wel leuk kunnen zien. Ja, het is wel opvallend dat hij kiest om een ranking toernooi, wat we toch wel gewoon serieus moeten nemen, links laat liggen. En alle World Series toernooitjes over de hele wereld, wat we toch eigenlijk gewoon als demonstratie toernooien moeten zien, links laat liggen. Dus nou ja, dat is vreemd. Maar goed, we gaan hem dan daarna nog twee keer zien.
Over diezelfde World Series, de German Darts Masters, is het deelnemersveld van bekendgemaakt. De 8 spelers die zijn uitgenodigd vanuit de PDC zijn ook de top 8 van de ranglijst van de World Series. Dat zijn Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright, Phil Taylor, Raymond van Barneveld, James Wade, Devil Gurney en Kyle Anderson. We missen wel wat namen bij dit lijstje, Pieter. Ja, Dave Tissel en Aiden Lewis zijn er bijvoorbeeld niet bij, maar ik denk dat de PDC gewoon bewust heeft gekozen voor de top 8 van de World Series ranking. En ik denk dat het toch wel de meest eerlijk is. Ja, dit veld wordt nog aangevuld door 8 Duitse spelers. Max Pop en Martin Schindler zijn al uitgenodigd. En de rest komt uit een Duitse kwalificatietoernooi dat het hele jaar duurt. Het meest opvallende is eigenlijk dat er dus gekozen is om 8 Duitse spelers te doen. En niet zoals bijvoorbeeld dit jaar in China gebeurde, waar ook een speler uit Zuid-Korea aanwezig was. En Paul Lim een uitnodiging kreeg. Dit jaar doen we het dus met 8 Duitsers. En bijvoorbeeld niet met een Oostenrijker, waar met Mensu Suljovic toch wel een aardige optie was. En misschien een Pool of een Deen. Volgend jaar houden we ook in Denemarken een European Tour. Is dat een gemiste kans, Pieter? Ja, zeker. Want ik denk dat het wel leuk was geweest om Suljovic of Retijsje bij de lokale spelers te betrekken. Maar goed, ze kiezen nu eenmaal voor Duitse spelers. En dat is eigenlijk al de lijn die ze al jaren volgen voor Duitse toernooien. Voor we naar Dublin en naar Duitsland gaan, gaan we dit weekend eerst naar Wales. Want de Champions League of Darts wordt gehouden met de top 8 van de wereld. We hebben ze al een paar weken niet gezien, dus het mocht wel weer eens een keertje. Michael van Gerwen, Gary Anderson, Peter Wright, Phil Taylor, Adrian Lewis, Dave Chisnell, Mensur Suljovic en Raymond van Barneveld. Die gaan strijden op de BBC en natuurlijk bij ons gewoon op RTL 7 om de hoofdprijs. Vorig jaar was dit het toernooi waar Phil Taylor eigenlijk zijn piek haalde. Hij won 2 keer van Michael van Gerwen en speelde echt een heel erg goed toernooi. En daar viel het eigenlijk bij op dat hij daarna in de rest van het jaar dat hoge niveau niet meer liet zien. Wat verwacht jij dit weekend van onder meer Taylor? Nou, ik zie hem eigenlijk dit weekend niet winnen, want voor mij zijn de piekmomenten van dit jaar toch wel aanmerkelijk lager dan vorig jaar. Desalniettemin wordt het wel een interessant toernooi, want mogelijk de laatste Taylor van Gerwen en Taylor van Barneveld. Nu echt waarschijnlijk. En we hebben natuurlijk een prachtig gevoel met 4 wereldkampioenen. Met de Steden van Barneveld en van Geil, maar ook Eden Lewis als 4e naam. Die andere pool met Anderson, Wright, Surfies en Chesnell wordt er ook wel boeiend om te zien. Ja, het wordt ook interessant om te zien hoe scherper mensen zijn. Want Eden Lewis hebben we sinds de World Matchplay niet meer zien spelen. Dave Chisnell hebben we alleen in Mannheim 1 wedstrijdje zien verliezen van Netel en Espinel. Nou ja, Mensur Suljovic was er in de zomer bijvoorbeeld ook niet bij. Is 2 weken geleden opnieuw vader geworden en speelde wel in Maastricht en Mannheim, maar niet op zijn normale niveau. Dus dat wordt afwachten. Michael van Gerwen is de topfavoriet. Ja, dat lijkt me wel. Want zoals hij de afgelopen 2 weken gespeeld heeft, kan je dat niet omheen dat hij de favoriet is. En dat toernooi heeft hij nog niet gewonnen. Dus dat zorgt ook gewoon weer voor een beetje extra motivatie, denk ik. Ja, we spelen in 2 pools, zaterdagmiddag, zaterdagavond en zondagmiddag. En dan krijgen we zondagavond ook nog de halve finale en de finale. En dan is er weer iemand blij met de £100.000 als hoofdprijs, dus dat is de moeite. We gaan na dit weekend gelijk weer door met de European Tour. Volgende week wordt er gespeeld in Risa en over 2 weken dan gaat het hele circus naar Ierland. We hebben eerst 2 Players Championships, gevolgd door de World Grand Prix. En op die World Grand Prix tenslotte hebben we 5 Nederlanders dit jaar. Naast titelverdediger Michael van Gerwen doen ook mee Benito van der Pas, Raymond van Barneveld, Jelle Klaassen en 1 debutant, namelijk Christian Kist. Gaat Kist nu eindelijk echt doorstoten naar de top 32? Nou, zeker met het startgeld dat hij daarmee krijgt, komt hij natuurlijk al heel erg. Volgens mij staat hij daarmee op plek 33. Dus als hij in principe al een rondje weet te winnen, dan staat hij waarschijnlijk gewoon in de top 32. Dus dan is het toch afwachten tegen wie hij moet spelen met de loting. Of het zijn toernooien, dat weet ik ook niet gezegd. Volgens mij is het niet altijd even goed op zijn dubbels. Dus hangt ook vanaf hoe hij weer relaxed weet te starten elke keer. Maar het lijkt ook wel best wel frustrerend als je ziet dat de tegenstander al bijvoorbeeld 200 staat, zelf nog in moet checken, zeg maar. Nou, wel belangrijk is voor dat Kist dat hij nu eindelijk op een reguliere basis die tv-toernooi begint te halen. Want hij hikt eigenlijk al 2 jaar tegen de top 32 aan, hè? Ja, dat sowieso. Bijvoorbeeld met Mespreek kwam hij ook voor het eerst in actie in de zomer.
speelde hij echt goed tegen Gary Anderson. Voor mij was het iets 880. Gary moest echt werken voor zijn geld. Dus ik hoop dat ik dit op de World Grand Prix weer kan laten zien. De World Grand Prix is over 2 weken. In aanloop naar de World Grand Prix, dan zijn wij er ook weer. Bedankt Pieter voor vandaag. Tot ziens. Game shot, run the match. Shot, run the match. Shot, run the match.